Bij een inval van de taskforce Hennep zijn vanmorgen op het woonwagenkamp aan de Koelmond in Oorschot twee aanhoudingen verricht. De inval begon rond 5 uur vanochtend. Het arrestatieteam arresteerde twee mannen van 81 en 50 jaar oud. Bij doorzoekingen op het terrein en van de woonwagens zijn wapens zoals een kruisboog, handvuurwapen, een boksbeugel, pepperspray en messen aangetroffen. Ook werd er munitie gevonden. Het gaat om ruim 100 patronen van verschillend kaliber. De politie nam ook twee jammers mee. Dat is illegale apparatuur waarmee draadloze netwerken gestoord kunnen worden. Daarnaast zijn ook enkele kilo's hennep in beslag genomen. In totaal deden ongeveer 70 medewerkers van verschillende overheidsinstanties aan de actie mee. En dan de twee arrestanten. De 81-jarige man is in de loop van de middag weer vrijgelaten. De man van 50 wordt vrijdag voorgeleid.